consumenten wel of dat het niet is, of zegt er iets van. Bijvoorbeeld, dat ken ik ook, dus dan heb ik het aangegeven, nou, het is belachelijk deze prijs, die wordt gevraagd. Maar dan zegt die huurder of de meningskantoor, zegt ook, nou ja, voor jou die de andere. Ja, dat kan niet meer. We kunnen dus niet op de hand zijn. Als jij iemand betaalt, zou je het eigenlijk niet dat hoeven doen en je wilt het geld terug hebben, wat in deze situatie zo is, dan zul je naar de kantoor leggen. Ja. Wat gaat de SGB nu tegen doen? Ja, we willen allereerst studenten informeren. Wat mag wel en wat mag niet. Met de toch zie dat er ontzettend veel duidelijkheid over is. Het gaat ook goed, want het is best een ingewikkeld verhaal. Ja, nou, dat is bij deze verteld. Dat we het hier over hebben, helpt daar natuurlijk al bij. En daarnaast, nou ja, zoals in de wet staat, wordt gezegd vanuit de overheid, nou, het mag wel, het is een reden als het in verhouding staat. En zo niet, we moeten dus gewoon naar de rechter stappen. Nou, ik geef aan dat het echt een groot probleem is. En het lijkt me niet een langdurige oplossing om al die studenten naar de rechter moeten stappen. Ze willen ook graag duidelijkheid over wat nou een reële partijstier mag worden gevraagd. En dat blijft heel graag voor gaan. Dus jullie spreken de politiek aan? Ja, zeker. Ja, dan moet de prijs worden gegeven. Ja, de rechter kan, en is, we weten wel dat je het eigenlijk vrijwel altijd weet als je naar de rechter gaat. En uiteindelijk moet je het op de lange termijn moet het gewoon niet meer gevraagd worden. Dat is ook belangrijk. Op de korte termijn hebben jullie nog een voorstel. Ja, een studentenvak moet accu heeft een soort platform gelanceerd. Als je slachtoffer bent van de meningskosten, dan kun je daar melden. Dan kun je naar de site gaan van studentenvak moet accu, dan kun je het vinden. En dan kun je aanmelden en dan kunnen wij kijken of we veel zaken kunnen verzamelen. Om zo die zaken voor de rechter te gaan brengen en inderdaad de gedupeerden te helpen om de kosten die zij onterecht hebben betaald terug te krijgen. Oké, okay, en wat betaal je dan? Dan betaal je aan ons niks. Onze dienstverlening is gratis, maar als je een zaak zou pakken, ze een kleine investering moeten doen, dan maximaal 200 euro en die kosten ze zelf moeten betalen. Ja.